Je weet, Van Dam draait goed de laatste tijd en het wordt gewoon bikkelig. Ja, winnen 1-0, 2-0 is voldoende. Kuipers, die het bekerduel in gang heeft gezet. Greenheim. Niet echt lastig gevallen. Dan Elm, ja, die kan er uitstekend uithalen. Die kans moet je hem niet geven. Heerenveen leidt in de 10e minuut. Elm. Pranjic met heel veel ruimte. Pranjic nog altijd. Pranjic, hard zat, het is 0-2. Als niemand Pranjic lastig valt, dan maakt hij het af. En zo gaat Heerenveen de bekerfinale spelen tegen Twente op 17 mei. Volendam zal nog mijmeren over de gemiste kansen en de onrechtvaardigheid. Maar op basis van de eerste helft tekent Heerenveen dus in dat opzicht wel verdiend verder. Great game, I think we play all matches. We've been better team and I think we deserve today to win. It was so different game than the last game in Heerenveen. And I think everybody deserve to go in final and also the supporters and now we go to Rotterdam.